Hey, mijn nieuwe sauna. We zijn al bijna over de helft. Ja, maar zonder jouw hulp, ja. Waar slaat dat op? Zo'n muur bouw ik nog als ik in de staartboeien zit. Tenminste, als jij me een handje helpt. Boterbabbelaar. Zo gaat ie goed. Stinky, ouwe jongen. Ik ga achter het stuur zitten. Bedankt, Howie, makker. En ik kan het vuile werk doen. Daar ben je in ieder geval voor opgeleid. Ik trek zo je stekker eruit. Die kun je niet eens vinden. Tiggibot, help ons eens even een handje. Ik ben bang dat ik geen handen heb, meester Howard. Maar toch zou ik kunnen laten zien hoe de balken gehakt en gelijmd moeten worden. Waarlijk een eitje. Inderdaad, Berend stelde voor dat ik de werking van de balkbreker zou verklaren. Met de pijltjes toetsen kies je een breuk. Om te hakken en te lijmen klik je op de hak- en de lijmknop. Je kunt ook de liniaal naar de plek slepen waar Stinky staat. Ben je klaar met hakken, klik dan en sleep het stuk naar zijn plaats. Oké, ik ben er klaar voor. Sorry, mijn fout. Perfecto!
Ah, ik heb het kunnen inhouden. Achoo! Iemand zei ooit, je kunt altijd op me bouwen. Waarop bouwen? Tja, dat vraag ik me nog steeds af. Wauw, jij hakt en lijmt als een volleerd timmerman. Als je wilt blijven hakken en lijmen, klik dan even op mijn knoppen. Wat doen we nu? Meester Howard, we hebben de atmosfeer van de aarde achter ons gelaten en bevinden ons in de ruimte. De ruimte? Wat een ruimte hier! Ah, tijd om even rustig tot mezelf te komen. Alarm, alarm, ruimtemijnen, ruimtemijnen. Ruimtemijnen! Geen reden tot paniek. We kunnen de stinkcabine gebruiken om de mijnen op te blazen. Inderdaad, je bent aan zet, Stinky. Je moet verder stinken dan je ooit gestonken hebt. Echt waar? Stinkcabine klaar om te vuren. Je moet maar denken dat het je eigen ruimteschip is, Stinky. Oh, oh, ah, oh, oh. Noem je dit een ruimteschip? Stinky, niet zeuren over de stinkcabine. Stank voor dank. Wauw, dat was goed. 3 keer stinken in 1 zin. Digibot, vergroot het scherm. Jij moet Stinky helpen om de mijnen op te blazen. Om de mijnen te vernietigen moet het getal op de mijn gelijk zijn aan het getal op de stinkcabine. Als je iets bij het getal op de stinkcabine moet optellen, schiet dan op de blauwe kometen. Als je iets moet aftrekken, schiet je op de rode kometen. En kijk uit, als de stinkcabine een mijn of een komeet raakt, komt de stinkcabine weer op 0 te staan. En valt Stinky flauw? Oh, je bent zo grapjas, Stinky. Kom op, schieten. Ik voel me als een ingeblikte sardine. Met uw welnemen, zo ruikt u ook.